myself. Take me right back to the start. Hey allemaal, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Alissa, zoals al veel van jullie weten. En vandaag ga ik eventjes een soort van video opnemen om te kletsen en jullie op de hoogte te brengen van een paar dingetjes. Laten we maar snel beginnen met het eerste onderdeel. Het eerste onderdeel is wakeboarden. Ik denk dat veel van jullie weten wat wakeboarden is. Om het zeg maar makkelijk uit te leggen, wakeboarden is snowboarden op het water. Maar dan zeg maar achter een kabel, doe ik het dan. Ik kan het achter de kabel doen en achter de boot en ik doe het dus achter de kabel. Dat is heel leuk, ik doe het nu 3 jaar. En ik doe nu mee met Nederlandse kampioenschappen, ook al 3 jaar lang. Afgelopen weekend zijn we weer in Nederlandse kampioenschappen geweest. En dan moet ik zeggen, het ging allemaal niet zo lekker die dag. Zaterdag en vrijdag begon het eigenlijk voor mij. Toen zijn we daarheen gegaan, hebben we nog een hele dag kunnen trainen. Toen ging het eigenlijk best wel lekker. Toen de dag daarna hadden we de kwalificatie. De dag daarna hadden we de kwalificatie en dat was op zaterdag. Nou, dat ging dus ook helemaal niet goed in mijn opzichten. Ik ging mezelf aanpraten dat ik het niet kon en dat het toch allemaal niet ging lukken. Toen ben ik 2 keer gevallen in een wedstrijd met wakeboarden. Ga je twee rondjes varen vanaf dat punt tot dat punt. Dan start hij zeg maar en dan moet je alles laten zien wat je kan, alle tricks. En dat wou ik dus doen en toen viel ik de eerste keer met een drietje op het water. Ik ging springen en een drietje is 360 graden draaien. En de tweede keer, mijn tweede rondje dat ik mocht starten, toen viel ik van de kikker met de 360. Een kikker, dat is een schans. En ja, dat was heel balen. Ik eindigde daar het laatste, dus in mijn geval was het 6e. En ja, het ging gewoon niet zo lekker die dag. Ik was heel teleurgesteld, maar ik ging wel met volle moed de volgende dag erin. Toen ben ik, zondag waren dus de finales. Ik was gelukkig gewoon door naar de finale, omdat we maar met 6 waren, gingen we allemaal door. En daar ging het wel al beter. Ik moest dus als eerste starten, wat natuurlijk super spannend is. Alleen, ik heb toen een perfecte run uitgezet die ik gewoon wou en die ik wist dat ik niet zou staan, dat ik niet zou vallen. Toen had ik 41 punten. 41 punten. En daarna gingen alle anderen. En toen eindigde ik al 4e. En toen ging ik mijn tweede rondje starten. Toen heb ik heel veel meer dingen gestaan dan ik wou. En had ik toch uiteindelijk nog wel extra punten gekregen. Maar net niet genoeg om op de 3e plaats te staan. Dus ja, ik had 1.33 te weinig om gelijk te staan met plek 3. Dus dat was heel balen. Dat is heel... Ja, vervelend om dan als 4e te eindigen met zo'n klein puntenverschil. Maar ja, ik ben dus uiteindelijk 4e van Nederland. En vorig jaar was ik 3e, maar dat maakt niet zoveel uit. Het is nu eenmaal zo en niet anders. Ik ga nu gewoon volgend jaar weer knallen. Ik ga trainen zodra ik weer mag. En dan komen we tot dit punt en dat ga ik jullie ook zo vertellen. Want voor mij is het nu einde seizoen, wakeboarden. En mag ik pas weer beginnen in december waarschijnlijk, ongeveer november, december. En dan is het natuurlijk koud, dus dan kan je niet zo vaak. En dan moet je per se trainen helemaal in Zwolle, dus dat wordt nog wat. Oké, dan komen we nu bij het punt waarom ik dit om mijn hand heb. Gisteren had ik ook een wedstrijd. Dus gisteren was het 16 september. Hadden we een wedstrijd in Emmen. Het was echt allemaal heel leuk. Ik ging van tevoren gingen we 2 uur trainen. En toen is wat er dit gebeurde. Ik heb eigenlijk ook niet meer meegemaakt. Ik heb uiteindelijk ook niet meer meegedaan met de wedstrijd, wat natuurlijk wel heel erg jammer was. Maar ik ga het even uitleggen. Zoals ik jullie al vertel, een 360 is dus een rondje op het water en dan dat je een heel rondje draait, van 360 graden. En een kikker dat het een schans is. Dus ik was daar aan het trainen, ik had daar nog maar 1 keer in mijn leven gevaren, zeg maar, hoe we dat nou noemen. En dus ik ging daar nog trainen en toen dacht ik van, oh yes, want met 360 op de kikker sta ik vet mooi en clean. Misschien lukt hij daar ook wel. Dus ik ging hem proberen. Ik stond hem heel mooi en toen zakte ik in elkaar. Toen ging de lijnspanning ineens slap. Dus mijn hele lijntje die ging niet van strak, die ging ineens naar slap. En toen kreeg mijn armen een ruk, waardoor het lijntje uit mijn hand vloog en ik ineens super veel last van mijn vinger had.
deze vinger, de linkerhand en dan mijn ringvinger. Daar had ik dus ineens super veel pijn aan. Dus ben ik teruggelopen en vertelde ik aan mijn ouders dat ik pijn had. Ging steeds meer pijn doen, werd steeds dikker. En toen op een gegeven moment moest ik van de baan zelf moest ik een coolpack erop doen. Zodat het wat zou koelen en wat minder zou gaan zwellen. Nou, mijn broertje had daar ook een wedstrijd, want die doet ook deze sport. Die is uiteindelijk derde geworden, voor jullie het wilden weten. En hij moest nog per se die wedstrijd doen en de wedstrijd was nog niet begonnen. Want het was rond 3 uur gebeurd en ik was pas om 10:30 bij de spoedeisende hulp. En ik moest de hele tijd op hem wachten totdat hij klaar was. Dus ik liep beter met die hand en ik had super veel pijn. En het ging steeds meer pijn doen, ging een beetje kloppen. En op een gegeven moment was hij helemaal blauw, geel en paars. Dus dat is echt allemaal kleuren, dat was echt super vreemd. En dus ik moest wachten totdat hij klaar was en het was al super koud buiten. Dus ik was niet aan het zeuren, dat ik naar huis wou en dat ik laten kijken. Toen waren we thuis om 9:30. Toen heeft mijn vader de spoedeisende hulp gebeld en toen zei ze dat om 10:30 een plekje in Groningen was. Dus wij zijn naar Groningen toegereden, hebben er naar laten kijken en binnen 3 minuten waren we al doorgestuurd naar het ziekenhuis. Want ze vroeg aan mij of ik hem kon laten zien, dus ik liet hem zien. En zei ze, oh ja, dat ziet er niet goed uit. Ik krijg je gelijk doorverwijzen naar het ziekenhuis. Toen vroeg ze nog of we gelijk wouden of dat we pas vandaag, dus zondagochtend, daarheen konden. Toen zei ik dat ik gewoon gelijk wou, omdat het best wel veel pijn deed. En ik wou gewoon dat het zo snel mogelijk opgelost werd. Toen hebben we ongeveer 3 uur lang in het ziekenhuis gezeten bij de spoedeisende hulp. En dat duurde echt allemaal super lang en moesten wachten en toen ging ik, ja eerst werd ik opgeroepen, toen ging ze ernaar kijken, toen heeft ze een foto aangevraagd. Toen moest ik een foto laten maken, toen moest ik hem eerst plat neerleggen en daarna moest ik hem ook nog van de zijkant. Toen kreeg ik er iets geks zo ertussen en toen moest ik van de zijkant een foto laten maken. Die mocht ik helaas niet filmen, anders had ik het gefilmd. En daarna moesten we nog heel lang wachten in de wachtkamer, ongeveer 1 uur lang. Toen werd ik eindelijk opgeroepen en toen mocht ik eindelijk mee naar een wachtkamer. Daar vertelden ze dat ze hem heel snel had gezien en dat er waarschijnlijk een breukje in zat. Nou, als de dokter zegt van waarschijnlijk, ga er dan maar van uit dat er een breuk in zit. Dus toen ging ze nog weer in overleg met de chirurg. Toen kwam ze later terug met de chirurg en toen zei de chirurg gelukkig wel dat ik niet een operatie hoef. Maar dat mijn ringvinger dus wel gebroken is. En het moet nu 2 weken lang in tape zitten. En dan moet ik nog 2 à 3 weken lang moet ik mijn hand gaan trainen. Zodat ik mijn vingerkootje, die kan ik dan weer bewegen, zeg maar. En het gaat echt om dit stuk. Je hebt, dit is je vinger. En dan zie je hier is die gebroken. Dus het is echt op een hele stomme, kleine, onhandige plek. En het is super jammer, dus... En het seizoen duurt eigenlijk officieel nog maar 1 maand van wakeboarden. Dus dat betekent voor mij dat ik niet meer kan wakeboarden. En op school, ik doe ook opleiding voor sport. Dus ik mag ook niet meer meedoen met de gymlessen. Dus ik moet nu heel rustig aandoen en het is een beetje jammer. En het ziet er een beetje gek uit, want kijk nou, ik kan gewoon zo rock en roll doen. Dus ja, het is allemaal een beetje gek gelopen en vaag en heel erg jammer. Want ik wou niet dat mijn seizoen nu al afgelopen was. Ik wou eigenlijk nog gewoon 1 maand, 2 maanden lang wel gewoon nog trainen. Maar dat kan dus nu niet meer en dat vind ik heel erg jammer. Dus ja, ik moet het hier even mee doen. En het ziet er gewoon heel gek uit. Dus dat is even een minpuntje. Maar ja, ik heb het wel heel leuk gehad gisteren toen nog op zich. In de kou, in de regen, met een gebroken vinger. Zoals je misschien kan zien, het is zeg maar helemaal groen, blauw, paars, alles. En dat komt omdat ik ging wakeboarden en toen ben ik gevallen met mijn 360. En toen schoot ik het lijntje uit mijn handen en sindsdien is die dik aan het worden en helemaal gek kan doen. Terwijl we wachten gaan we eventjes een ambulance in elkaar zetten. En deze moet hier. Ik zou denken, oh hier denk ik. Nee. Zoals jullie zien, ik kan dit niet. Dus. Deze moet hier.
Oh, ik weet het al. Oh nee. Het moet andersom. Kijk, gelukt. Half. Deze sport daar niet. Of wel? Kom, we kunnen beter een nieuw beginnen. Kijk, ik ben echt goed puzzelen. Kijk, hij lukt al. Hij lukt al. Kijk, bijna goed. Oh ja, puntje nummer 3. Ik ben geslaagd voor mijn autotheorie. Yay! Het is spoedcursus meid. Auto-spoedcursus meid. Daarbij heb ik de snelcursus gevolgd. Daar ben ik in één keer geslaagd. Was gewoon de hele dag meevolgen en dat is in Emmen. Dat was super leuk en ik rijd ook bij hun en hun rijschool heet Let's Drive. Daar kan je ook hun telefoonnummers vinden op Facebook als het moet. En ik raad je hun echt aan, want ze leert je echt heel veel in een paar uur. En je bent gewoon eigenlijk bijna zo goed als volgestampt. Gewoon met alle informatie die je gewoon moet weten voor je echte autotheorie. En daar ga ik binnenkort ook nog een video over online zetten. Ik heb namelijk een paar dingen gefilmd daar over hoe het ging. En ik ga er nog wat dingetjes vertellen in die video zelf. Dus ga zeker dan die video kijken zodra die online komt. En meer ga ik er dan nu ook niet over vertellen, anders ga ik dingen verklappen. En dat is natuurlijk ook niet leuk. Ook ga ik binnenkort nog een video opnemen voor... hoe jij als meisje kan zien dat een jongen je leuk vindt. Heb je daar nou nog tips voor als jongen voor mij die ik kan gebruiken? Hoe ik kan zien dat een jongen bijvoorbeeld mij leuk vindt? Zet ze dan even hieronder in de reacties, want dat vind ik namelijk ook heel erg leuk. En dan kan ik dat misschien wel gebruiken in mijn video. Ik heb er al een paar, maar ik heb er nog niet genoeg. Dus ik hoop dat jullie mij willen helpen daarmee. Dat zou me echt super tof lijken. En dan gaan we naar het laatste dingetje en dat is natuurlijk school. School is weer begonnen, super leuk. Ik vraag me eigenlijk heel erg af wat jullie voor school doen. Zitten jullie nog op de basisschool? Zitten jullie nog op de middelbare school? Doen jullie al een opleiding? Dat lijkt me ook namelijk super gaaf. Zoals misschien sommigen van jullie weten, doe ik de opleiding Johan Cruijff. Dat is dus voor topsporters. En dat is ja, voor mij heel handig, omdat ik gewoon vrij krijg voor mijn sport. Nu is het niet zo handig dat ik mijn hand of vinger gebroken heb. Dus het eigenlijk niet nodig is. Maar dat is echt een superleuke opleiding. Dus als je een topsporter bent en je weet dat je zulke opleidingen kunt doen, dat je gewoon voor je sport kan helpen, dan raad ik het je echt aan. Want het is gewoon super handig en ze helpen je gewoon met alles. En ik hoop gewoon dat jullie, ja, ik ben echt heel benieuwd naar welke school jullie gaan. En zet het dan voor zeker in de reacties. En dat was het eigenlijk wel alweer. Dat alles wat ik wou vertellen en wat van jullie wil weten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En vonden jullie deze video leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Dan wil je nog meer van me zien. Kan je hieronder abonneren. En dan zien jullie mij weer bij een nieuwe video. Doei! Dat heb ik gedaan bij spoedcursus. Let's Drive. Spoedcursus meid. Zeg maar bij de autotheorie. Ze geven ook les. Het school is natuurlijk begonnen weer net. Dus ja... En ik zit even aan mijn hand en dat is niet slim, want wow, mijn hele vinger is nu blauw. Ik zie nu pas dat mijn knokkel hier en dit stuk en hier binnen, dat het ook gewoon blauw is. Ik zou proberen zo meteen nog een foto te maken en ook nog even in een video te zetten. Maar ik ben... Ja, pull up, ja. Ik kan hem zo vaak niet uit mijn woorden. Oh my god. En mijn haar zit zo niet mooi. Oh! Oké. Okay.